heb ik even goed laten schrikken zo net. Toen ze, en dat was wel een beetje lullig, dat geef ik toe, inpakpapier voor mij ging halen. Omdat ik hele leuke cadeautjes heb voor mijn open oma die ik straks ga geven. En dan ook echt hele leuke. En ik ben heel erg benieuwd hoe ze dat gaan vinden. Maar eerst even de reactie van D. Oh, sinds wanneer kun je zo hard trappen? Dat! Zijn ze weg? Ik denk het wel. Ik zou ook bang worden van jou. Dedi is alle vliegjes aan het doodslaan hier. Dood. Ja, die is zeker dood. Die plat. Zo, ik ga er vandoor. Doei schatje. Tot morgen. Mm. Veel plezier. Jij ook. Ik heb altijd weer een hele andere vibe als ik in de auto zit. De ene keer ben ik heel erg druk. De andere keer wil ik gewoon geen muziek aan, helemaal niks. En dan is het doodstil en dan ben ik gewoon aan het rijden. En dan zit ik helemaal in mezelf. En de andere keer luister ik gewoon muziek op de radio. Maar er komt heel weinig voor. Heel vaak luister ik gewoon muziek via mijn Spotify. Dan heb ik gewoon een random playlist, klik ik aan en dan kijk ik of het wat is. Maar wat ik ook regelmatig doe, is dan typ ik een artiest in. Meestal een artiest die gewoon echt ontzettend goed is. En die al heel erg lang heel veel muziek maakt. En die ontzettend veel hits heeft gehad. Denk bijvoorbeeld aan Lil Wayne, Eminem. En nu heb ik echt zo'n typisch Eminem momentje. Dus ik heb op YouTube heb ik Eminem ingetikt. En dan ga ik gewoon naar een afspeellijst. En dan laat hij al die hits achter elkaar afspelen. Of dat nou een hit is geweest van 2 jaar geleden. Of van wel 10 jaar geleden. Want Eminem die zit al heel erg lang in de muziek. En het is gewoon heerlijk. Dan kan ik echt gewoon lekker genieten van een 1,5 uur ritje van Utrecht naar Assen. En weet je wat ook het leuke is van zo'n afspeellijst? Je hebt geen idee wat voor nummer er gaat komen. En als er dan zo'n nummer komt waar je heel veel zin in hebt, dan ga je gewoon helemaal los. Just gonna stand there, watch me burn. But that's alright, because I like the way it hurts. Dit zijn nou van die heerlijke nummers. I can't tell you what it really is. I can only tell you what it feels like. Oh yeah, dit nummer is zo lekker, hè? Dit nummer overtreft natuurlijk alles. I don't give a damn what you think. I'm doing this for me. So fuck the world, feed it beans. It's gassed up. I'm not afraid. I'm not afraid to take a stand. Take a stand. Everybody. Nu gaan we pas naar oldschool Eminem, zeg. Zo, wat is dit een verdomd goed nummer, zeg. Niet te geloven. My life. All words, I guess. Have you ever loved someone so much you giving on for? Not the expression, no, literally giving on for. And when I'm gone, just carry on, no more. Rejoice every time you hear the sound of my voice. Just know that I'm looking down on you smiling. And when I'm gone, just carry on, no more. Rejoice every time you hear the sound of my voice. Just know that I'm looking down on you smiling. And I didn't feel a thing, so baby, don't feel my pain. Just smile back. Ik zal denk ik nooit zo'n bijzonder gevoel krijgen bij muziek als dat van Eminem. Deze man, Eminem, Marshall Mathers, Slim Shady, hoe je hem ook wil noemen, heeft zulke bijzondere nummers gemaakt. En het bizarre vind ik dat hij zo zijn muziek maakt, op zo'n manier. Hij stopt zoveel emotie erin. Je voelt het gewoon. Je krijgt tranen in je ogen. Je krijgt die kippenvel. En dat is zo ongelooflijk knap als je dat kan als artiest. Daar heb ik echt ontzettend veel respect voor. En dat is ook de reden dat sowieso op deze hele aarde Eminem mijn favoriete artiest is. Wat is jouw favoriete artiest? Welke artiest, muzikant, kan jou dit gevoel geven? Laat het mij weten in de reacties. Ik ben ontzettend benieuwd. Ik ben weer bij mijn opa en oma. Ik heb heerlijk wat gegeten, hier zo, bij mijn oma. En het eten van mijn oma is altijd lekker.
Het maakt gewoon niet uit hoe ze het maakt, waar ze het koopt. Als het van oma is, is het altijd lekker. Hoe ze het maakt, alleen waar ze het koopt. Even doorgeven aan je moeder graag en zo. Met uitroeptekens en hoofdletters. En onderstreept, vet gedrukt. SVP. Oma kan goed koken. Ja, brood is waar het lekker gemaakt. Nee, maar weet je wat het is? Ook al zou jij iets kant en klaar kopen en je doet dat in de magnetron, zoals een frikandellenbroodje, dan is het nog veel lekkerder dan dat ik het zelf doe. Zo is dat. Dat, is gewoon, dat zijn gewoon de magische handen van oma. Maar goed, ik denk ik vertel het pas expres nu. Want anders gaat oma de hele tijd lopen piekeren. Ja. Oma, je moet af en toe wel contact hebben met de kijkers. Hè? Moet je in de lens kijken. Oh. Ja. Laatste moment met oma meteen. Wat zegt hij? Hij zegt iets heel gemeens. Ja, dat is flauwe knolhumor. In ieder geval, ik heb een verrassing voor je. Zal wel. Ja. Nou. Ja, nee, echt waar. Nou. Ja, dat heb ik in de auto liggen. Maar alvast voor je verjaardag. Ja, alvast voor je verjaardag. Maar ik ga dat natuurlijk niet vertellen al vorige week. Want dan kan je een week lang niet slapen. Nee, dat is waar. Maar ik heb ook een verrassing voor opa. Kijk eens dan, ik ben nog niet jarig. Nee, dat niet. Verrassingen ben ik altijd voor in. Kijk. Als het positief is. Ja, ja, het is een positieve verrassing. Dus dat komt helemaal goed. Maar ik moet het wel even uit de auto halen. Nou, daar ben ik. Weet je wat ik trouwens kan? Ja, dat heb ik gezien in de winkel. In de vlog? Ja. Ja? Ja, nou. Vind je knap? Ja, heel knap. Ja. Maar ik kan ook op een leuke manier beginnen, hè? Kijk. Oh! Oké, dan doe ik het nu. Dan ga jij ze vangen één voor één, oké? Oké, wacht even. Dat is één. Dat is Dat wist ik wel. Nee. Oké, we beginnen klein. Ja. 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 Nou, doe je broek maar uit en zo. Hij zegt, we beginnen klein. Dus ik zeg, nou, doe je broek maar uit en zo. Oké. Dus voor opa. Oh, kijk dan, dit is duidelijk ook. Oh, wat een mooie beer. Ah, ik zie het. Ja, prachtig. Ja. Helemaal mooi. Dat is, dat komt duidelijk aan de voor als je de hete spullen hoort. Ja. Ja. Bijvoorbeeld thee. Juist. Nou, dat is mooi. Oma. Ja. Okay. Ik denk dat het niet te raden valt, maar. Goed zo. Mooi. Mooi, oké, klik. Doe maar in de caravan over. Nou, dat was niet wat ik had verwacht, maar mooi hoor, dit. Oké. En dit vind ik heel erg leuk. Moet je nagaan, ik vind het leuk. Ik hoop dat jij het ook leuk vindt. Ja. Dit is van D. Oh, wat leuk. Nou, ik vind het heel leuk. Oh, dat is een sjaal. Even kijken. Ja, dat komt goed van pas. Ja, matcht dat goed met de kleding die je hebt? Ja, er zijn nog wel wat dingetjes waar het bij past. Ja. Hoor. Ja? Ja. 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 Geef het door aan D. Leuk. Ja, ik zal het doorgeven aan D. Ja, ik denk, jij hebt al zoveel sjaaltjes. Ja. Wat ben je onrustig. Oh! En, aangezien wij gaan chez de boule, de vorige keer. En nu ben ik er nog trots op. Straks worden Milan en ik gewoon keihard ingemaakt. Maar aangezien Milan en ik de vorige keer hebben gewonnen, 13-12 van opa en oma, is dit een cadeautje voor opa en oma. En ik ben heel erg benieuwd wat jullie ervan vinden. Zeg maar nu. Ik zet me zo voor de grap. Dit is een kinderset. Oh, is het een kinderset? Ja. Oh, de verkoper zei dat dit voor professionals was. Nee, dit is een kinderset. Nee, nu even serieus dan. Leuk hoor. Dit is alvast voor je verjaardag. Godverdorie, wat zwaar. Er zijn tegenwoordig gekleurde boels. Ja. Goed gekleurd zijn. Maar, ja, serieus. Ja, maar dit, wist je dat, dat het kinderset was? Dit? Ja, dat wist ik wel. Wat is dit? Oh, but. Oh, ik ben heel nieuwsgierig. Zwart! Oh, leuk! Oh! Dat zijn mooi. Oh, bekijk!
Dat vind ik geweldig! Oh, mooi! Ja. En die heb ik zeker ook van Milan. 6-1-4. Ja, dat was Enzo's idee. Nou, heerlijk! Ik vind het geweldig! Als ik niet goed ben, dan weet ik het niet meer. Milan en ik die hebben met z'n tweeën een plannetje gemaakt. Ja. Om zoveel mogelijk informatie te krijgen. Ja. Van, hè, wat vindt oma mooi? Ja. En jij begon aan de telefoon. Oh, Enzo, als jij Jeu de Boerballen gaat kopen, dan moet je zwarte hebben. En ik zei, hoezo zwarte? Ja, dat vind ik zo mooi. Dus ik dacht, nou, met Marietje Knol erop. Oh, dit is geweldig. Dit is daarom vroeg ik aan jou, opa, van al die gegevens. Van hoeveel gram en... Ja, ik dacht, ja, ik wou het niet zeggen, maar... Ja, dat was de reden. Dit is echt heel mooi. Dit ik is ga het direct proberen. 690 is dit. 96? Ja, en het is van Obuut en het kenmerk staat er ook op. Ja, dat, al die gegevens, en dat heb ik geleerd van opa... Al die gegevens die moeten erop staan, anders mag je er geen wedstrijden mee spelen. We zien dit. Een certificaatje. Ja. Oh, dat is een hele mooie. Nou, dan ga ik direct uitproberen. Ja, dus hiermee worden wij denk ik straks ingemaakt. Je naam staat er ook op. Kun je rustig opbreken dat het nou gebeurd is met jullie suprematie. Dat was vorige keer een toevalstreffer. Een ongelukje van ons. Maar nou ga je echt voor de bel. Dus graaf je eigen graf. Nou, ik denk dat we nog meer ons eigen graf gaan graven. Als ik deze aan opa geef. Ja, dat zou wel. Sorry. Echt waar? Man. Nou, dan mogen jullie met die van ons. Kregen we jullie oude ballen? Ja. Nou, fijn. Nee, wie heeft de kleinste handen? Enzo, die heeft de kleinste piemel. Dat is niet zo nodig. Oké. Okay. En zo, anders gaan wij zo meteen met die. Ja. Nou, dan... Dit is heel leuk voor kinderen, hoor. Dit is heel leuk op vakantie. Voor kleintjes. Oh, dat is goud. Schitterend. Henk, dat is goud. Ja, kijk. Mag ik eens zien? Eén, nee, zien. Wacht even. De naam erop. En het kenmerk. Ja. Nou, dat kan Milan en zo. Ja, mooi. Ja, schitterend. Ja, mag ik het voelen? Prachtig gewoon. Oh. Schitterend. Oh, schitterend. Wij danken u weer van gedachten. Mooi, hè? Ja, gaaf, hè? De naam ook. Prachtig. Nee, dat is fantastisch, hoor. Oh, Marietje, wat zullen we nou goed warm doen? Ja. Nou, dan kunnen jullie ook zo goed krijgen. Ja, jullie zijn al zo goed, moet je nagaan. Ja. Oh, dit is wel mooi, hè? Nou, dan gaan we gelijk heen. Ja, jullie kunnen niet wachten om te spelen. Nee, nou, jullie hebben nog meer zin om ons in te maken natuurlijk. Ja, heel erg. Nee, nou is het helemaal met jullie gebeurd. En we hebben ook nieuwe butjes, hè? Oh, dat is ook fijn. Oh, waar heet die dan? Ja, deze is voor jou, die is voor opa. Ja. Ja, het is niet zo duidelijk zichtbaar misschien voor sommige... Maar het is wel mooi. Ik doe het helemaal in weer zo. Mooi hoor, ja, dat ligt me precies goed aan de hand. Ja. En je kunt het zo merken, dan moet je dus zo doen en dan moet je je duim niet gebruiken. Maar niemand heeft dan het. Dat je hem zo goed vast kunt houden. Oké. En dan weet je of hij goed is. Ja, dat is precies goed. Ja, en nu ben jij de enige met zwarte ballen op de club. Ja. Nou, dat is fantastisch. Dan moet je wel oppassen dat ze niet gejat worden. Nee, dat gebeurt niet. Nee, dat gebeurt niet. Nee. En mijn naam staat erop, dus die kan er niet af. Nee, precies. Dus, je 06 nummer staat er ook al. Vallen mannen op de club. Ja, die is verder. We zijn nog maar net begonnen en we zijn nu al aan het meten. Ja. En Milan en ik die hebben geen ballen meer. En opa en oma alles nog zowat. Oh nee, oma heeft ook niks meer. Alleen opa. Dus ik lig. Dat zie je. Deze bal is van mij. En je ziet dus welke van oma zijn. Die zwarte. En ik lig met die. Oma net niet. 1,5 centimeter scheelt het. En nu heeft opa nog 3 ballen. En die moet het verschil gaan maken. En die kets verdomme. Zo mijn bal weg en hij ligt. Ik had nooit die ballen moeten geven. Milan heeft vanaf hier, daar, opa en oma eigenlijk een soort van, een beetje ingemaakt. Want je hebt alle 3 de ballen dichtstbij liggen. Ja, dan hebben we alle 6 zeg maar eruit. Ja, dus ik heb nog 3 ballen, dus wij kunnen nu 6 punten scoren. Dat is mogelijk. En dat brengt ons terug in de race, want wij hebben nu... Al 2 keer verloren van opa en oma. Ja, maar nee, hoeveel scoren nu? We staan nu 1-0 achter, maar we hebben hiervoor al 2 potjes verloren. Dus deze moeten we echt even winnen. Dan zegt opa eerst ja, en dan bijna goed. Nou, is het nog maar 1. Oké.
Oké, okay, tik die weg. Die moet weg. Ja, die moet weg. Shit, ik verpest het helemaal. Ja, die gouden moet weg. Ja, mooi, mooi. Nice. Hij doet het. Lekker. Maar ja, we hebben dan 3. We konden er 6 van maken, maar alsnog, ik bracht mezelf in gevaar. Ik stoot hem weg, dus we hebben 3. Yes. Milan en ik die zijn gewoon 3 keer echt goed ingemaakt. Open Oma die zijn echt on fire, dat is niet normaal. Die gaan echt beast mode gewoon met die nieuwe ballen. En ja, dan moeten we het maar gewoon hierbij neerleggen. Open Oma die hebben in totaal 3 keer gewonnen en Milan en ik 1 keer. Dus ze zaten over het algemene scoren staat het 3-1. En nu doen we het anders, want nu is het Oma en Milan tegen Opa en ik. Ja, mag je het ook. En wie gaat winnen, opa? Wij uiteraard. Hey. Geen twijfel mogelijk. Nou, laten we even proberen dan. Wil jij je tegenstander even filmen? Ja, ik wil het zeggen. Wil je dat ik de tegenstander film? Oh, oeps. Ja, nee. Ik filmde op ongeluk de grond. Even wachten, Milan. Even wachten. Kijk, ik gooi hem daar. Nou, de but geen eens in de buurt. Ik gooi hem hier. But niet in de buurt. Hier. Nou, een beetje in de buurt. Oma, die lacht nog. En opa gooit hem 1 keer. Kijk eens even. Ik ben blij dat ik bij jou in het team zit, opa. Ik ook, ik ben blij met je. Ja, dank je, opa. Opa is ook blij met mij in het team. Nu komt Milan. Wat doet Milan? Oh, ja, dankjewel, Milan. Maar hij ligt nog prachtig. We liggen nog steeds. Maar wel knap dat hij hem raakt, hoor. Daar moet ik wel zijn props voor geven. Wow! Wel een gekke. Ja, je wil gewoon mij raken, hè, Milan? Ik weet niet, man. Daar komt oma. Oh. Mooi. Dat ligt die bal dan mooi van mij. Hè? Ja, die bal van jou krijgt hij niet weg, opa. Een gouden bal. Ah, verdomme. Zo goed kan je naar links vinden. 2 bijleggen, opa, en hebben we 3 puntjes. Hij viel hier. Hé, van het veld af. Van het veld af. Ja, nee, sjoef, zo helemaal weg zo. Daar komt opa, hè? Daar komt opa. Kijk eens even. Nee. Oh, wat doet opa dat toch weer mooi. Oh. Oh. De gouden ballen liggen er zo mooi voor. Oh, de camera van het boelveld af. Scheidsrechter vindt het onterecht. A few moments later. Oma, ja. Nu moet ik ook even dit filmen natuurlijk. Oma is ook goed hoor, kijk. Ik gooi een bal en zij gooit het tegen mijn bal aan en kijk wat ze doet. Nou, dit is ook klasseniveau hoor. Goed gedaan, oma. Yes! 2! Zo fanatiek zijn ze. Hey. Lekker hoor, Milan. Goeie. Even een high five erop. Hoe is het nu, Henk? Je riep weg voor ons. Oh, mama, vind je dit? Kom mee. Lekker flexibel. Als opa deze gooit, dan hebben we gewonnen. En wat doet hij? Nee! Nee! Of wel? Ik weet het niet. Ik denk het wel. Ja. Ik denk het ook. Ja. Daar hebben we gewonnen, opa. Oké, duidelijk. Gefeliciteerd. Gefeliciteerd. Ja, leuk. Oh nee, sorry, toch niet. Zogenaamde afstraffing. Gefeliciteerd. Dankjewel. Voldoende. Grapje, toch niet. Onvoldoende. We hebben een ander gelukkig gemaakt. Ja, gelukkig. Ja. Wat slap gesmoed. Dat zegt oma wel heel erg leuk. Je moet het maar zo zien als je verliest. Dan heb je een ander gelukkig gemaakt. Dat vind ik toch wel best wijze woorden hoor. En natuurlijk met deze ballen. Hey! Hij kan zo in het circus. Hij kan zo in het circus. Nou, moet je kijken. Terug in de tas. Zo, dat was hem weer voor vandaag. Het was echt super gezellig bij Open Oma. En nu zit ik alweer in de auto. Onderweg naar mama. Ik kom binnen en het ruikt meteen al ontzettend lekker. Mama is pasta aan het maken. En dit is pasta. Oh, zo lekker hè. Want wat zit daarin wat mama heel erg lekker vindt? Artisjokken.
Artisjokken. Ja, sommigen die vinden dat echt verschrikkelijk. Maar ik denk dat ik het puur lekker ben gaan vinden door mama. En mama is wel een beetje vies wat dat betreft. Want die eet het ook wel gewoon uit een blik. Ja, zeker. Ja, die eet gewoon uit blik al die artisjokken. Dat vindt ze helemaal geweldig. Maar goed, dat gaan we dus vanavond eten. Daar ben ik heel erg blij mee, want het is echt, echt heel erg lekker. Zit er ook salamiblokken in? Chorizo. Oh, chorizo blokken. Dat is ook heel erg lekker. Ja, dat wissel ik een beetje uit. Soms salami, soms chorizo blokken. Ja. Mama gaat gelukkig mee met de technologie, dus laat maar zien wat voor snufje je in huis hebt. Daarboven, nou, je hebt het nou net gezien. Ja. Dat is helemaal open. Dat is een screen, of ik weet daar niet hoe het heet, een screen. Hoe noemde hij dat nou gisteren? Die... Raamdecoratie. En dit ging zo net automatisch naar beneden omdat het donker wordt. Omdat het zonsondergang. Als ja. het zonsondergang is, dan gaat hij automatisch dicht. Ja. En als zonsopgang, dan gaat hij automatisch op de helft. En ja. op de helft is dat als wij dan opstaan, dat we niet onder ons nakie, hallo Kloosterveen, hier zijn we. Maar dat we dan toch wel wat licht hebben, maar dat wel, dat dit gedeelte zeg maar van ons. Ja. Maar goed, dan hebben we ook nog drie commando's. Ja, drie commando's. En de eerste commando is... open. Hoop ik wel dat hij het gaat doen. Kijk. Ja, hij gaat open. Hij gaat open. Jij hebt van die dingen met zo'n knop. Ja. Maar je denkt toch niet dat ik je intrap? Oh. Want ik hoor Gert, hoor ik op zo'n ding klikken. Zo klik, 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 klik. Helaas. Ik had het tegen Gert gezegd, je moet boven staan. Ja. Ik hoor. Maar als boven staat helemaal op, maar dan zit die Gert er ook op een knopje boven. Natuurlijk niet, laat ik niet. Oh, ik had wel gisteren aan de telefoon en zei, ja, we gaan in zo'n prik. Ja. Ik zei, ja, goed idee, dat zal je wel geloven, maar nee. Nee, wat wel zo is, we hebben een app. Ja. Dat is serieus. Dat is, en daarmee kan je hem wel besturen. Het is wel heel mooi hoor. Maar weet je waarom ik er niet intrap? Nou? Omdat ik dit zelf thuis ook heb. Nee. Ja, dat hebben wij nu bijna een jaar. Nee, dit heb ik niet. Kijk, dit is wel heel vet. Wat er nou gebeurt? Oh, als je hem op deze stand zet, ja. dan gaat hij ook zo ver naar beneden, ja. zeg maar. Kijk, en als ik nou denk van nee, ik wil hem zo. Dan gaat hij zo meteen, gaat hij langzamerhand in die stand. Oh, dat is wel heel vet. Nee, dat heb ik niet. Ja, dat is wel heel cool. Yes. Ja, je hebt een coole. Mam. Ja. Viezerik. Je hebt 30 seconden, daarmee het spel ook. 30 seconds. Ja. Hij houdt vanzelf op. Nou, start maar. Ja? Ja. Zo snel mogelijk. De makkelijkste ronde. Ja. Matthijs van Nieuwkerk. De wereld draait door. Voetballer, waar ik grote fan van was. Ajax. Voetballer. Oh, voetballer. Waar ik grote fan van was. Guus Hiddink. Nee, toevallig Nederlands elftal. Die zo'n mooi doelpunt zette toen. Toen we in Den Haag woonden. Sneijder. Nee. Oh, nee, Robin. Arjen Robin. Ja. Mijn tijd is op. Oké, okay, nou we hebben er twee. Snel. Ja, en Milan Gert 1, dus we staan 2-1. We hebben allebei ons eigen ding. Milan, die is aan het schelden. Die is Peggle aan het spelen. En dit is een spelletje. Oh, je had hem in de bucket. Dat is een spelletje wat Milan en ik hebben opgenomen voor mijn YouTube kanaal. En dat komt binnenkort online. Die is echt hilarisch. Ja, maar dan niet deze hoor. Deze versie is anders. Ja, maar dit is een mobiele versie. Wij hebben de internetversie gespeeld. En wij hebben de oldschool echte, de allereerste versie gespeeld. En dit is de Peggle van nu, zeg maar. Ik weet niet of jullie dat kennen, Peggle, maar het is geniaal. Voor even een keertje te doen. Anyways, ik ga nu mijn serie kijken, The 100, die Milan allemaal heeft afgekeken. Ik ben nu bij seizoen 3 en Milan die heeft alle 4 seizoenen al in 2 weken gekeken of zo. Maar in ieder geval, ik heb echt een superleuke dag gehad. Het was echt ontzettend tof. Ik heb echt enorm genoten. En hopelijk jullie ook. Oh ja, mama en Gert slapen. Het is nu ondertussen. Het is een beetje laat. 4:15. Ja, het is echt een beetje laat. We hebben het gewoon heel gezellig gehad. We hebben nog echt heel erg lang 30 seconds gedaan. We zijn ingemaakt door mama en Gert. Ja, dat was wel een beetje pijnlijk. Maar goed, ik zie jullie hopelijk bij een gloednieuwe vlog. Hopelijk vonden jullie hem super tof. Doe dan zeker weten nog even een groen duimpje omhoog, hè, Milan. Ik doe even het duimpje omhoog, anders kan ik niet slapen. Een groen duimpje omhoog. Groen. Hij haalt helemaal niet door dat ik groen zijn in plaats van blauw. Nee, maar groen is goed. En mis je groen? Nee. Nee?
Dan kan mij dat schelen voor kleur, man. Groen. Vergeet niet te abonneren op het dagelijkse D. Ja, dat mag ook. Ik wist dat hij dat zou zeggen. Op mijn kanaal hier beneden. Ja. En hopelijk checken we jullie morgen. Ken je die nieuwe www.dagelijkse.nl? Hey, en ja, dat mag zich worden. Nee, schijntje, man. Zal ik dan zijn logo nog even in beeld laten komen? Ja, doe anders ook gewoon mijn foto van mij in mijn zwembroek. En ik ben gewoon helemaal kwijt. Dat is gewoon zo'n klote, ik ben gewoon helemaal kwijt. Ja, hopelijk zie ik jullie morgen bij een gloednieuwe vlog van 4 uur. Dat had ik volgens mij al gezegd. Ja, dat is nog één ding, denk ik. Ja, en zoals ik altijd zeg, dikke, vette... www.dagelijksedip.nl. Nee. Peace. Oh, andersom. Hoezo, je kan toch ook zo doen? Maakt het niet uit. Ja, maar ja, weet ik veel. Sinds wanneer maakt dat uit of je nou dit doet of dit? Hey, hoe noem je een lesbische vrouw die in vrede gelooft? Hoe beeld je dat uit? Serieus, die is echt pauw slecht. Ja, vind je die slecht? Ja, die vind ik echt wel leuk. Leuk met scharen en zo. Ja, scharen, dat begrijp ik, maar ik vind het wel slecht, ja. Ja, twee pies vreden en dan... Ja, weet ik. Heb ik nog een goede mop? Ik had volgens mij ook een super goede mop. Ik denk ook echt, niemand gaat sowieso naar mijn kanaal, want die denkt echt niet van, okay, als dit het niveau is. Ik vond de leukste mop van vandaag, want dat was wel een grapje natuurlijk, dat is natuurlijk niet echt zo, is dat toen ik zei, van we beginnen met de kleinste cadeautjes. Oh, yeah. Ja, dit was wel echt hilarisch. Anyways, check je er morgen. Bedankt voor het kijken en dikke, vette peace.